Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Dutch Gamer Gamers. En welkom terug in een nieuwe map, Freyfoort. Het is afgeleid van Frankfurt, maar dan met een Grieks hei, Freyfoort. En we rijden vandaag met het gemodde busje. Het is een kleine versie van de busje die hiernaast staat. Kijk, het mist één raampje ongeveer. En het is gewoon een Mercedes-Benz verder. Een Kitalo, maar ze doen het dan ook met een Kitalo K. Of dat erbij staat? Nee, het staat er niet op. Kitalo K, dus dan mis het één raampje. Dus je ziet wel dat het inderdaad een klein busje is. We gaan vandaag een van de langste routes doen van dit, van deze map. Dat is van Freyfoort ZOB naar Altenburg Schulzentrum. En dat is de langste route. We hebben een kwartier om op het ZOB te komen. Dus laten we erheen gaan rijden. Kijken. Hop, hop. En dan moet ik eerst even kijken waar ik überhaupt heen moet. Ik denk dat ik linksaf moet, zo erin. Want ik sta nog op het busplatform. We hebben hier wel in dat nieuwe kaartsysteem. dus we kunnen geen kaartjes verkopen. Dat is een beetje zonde, maar goed, dat. Zo is het nou eenmaal. Een ZOB, linksaf, stadsmitten. Dus als het goed is ongeveer op elkaar twee haltes rijden naar Stadsmitte. En als het goed is komen we hier zometeen ook weer terug even weer langs. Dus we gaan eerst naar het busbaanhof rijden. Heel goed. Ik ben verder benieuwd hoe de map eruit ziet. Het is nu ook voor het eerst dat ik het opstart, dus ik ben zeer benieuwd hoe het rijdt. En sowieso ook dat ik de eerste keer dat ik met deze bus rijd, dus... Ik had er net al heel het nodige geprobeerd om andere maps aan de plaat te krijgen, maar de helft werkt weer niet. En ik mis weer dingen en dan houdt mijn omzien er weer mee op. Dus echt... Het is op zich best een duur spel voor zoveel ellende die je ermee hebt, hoor. Dat Andrea Schmennerschule. Ja. En de volgende halte is het busbaanhof. Wij zijn lijn nummer 63, dus ik moet eens kijken waar ik hem neer moet zetten. Rechts. Terminus. We zetten hem al meteen bij de goede halte neer. Ja. Nou ja, dat is nieuw in die bij deze bussen. Deze bussen zijn er zo op geprogrammeerd dat ze ook via de achterdeur instappen als ze al zelf een kaartje hebben en geen kaartje hoeven te kopen. Ik scroll even de tijd vooruit en dan ben ik zo weer terug. Oh, het is koud in mijn bus. Niet te geloven. Het is koud in mijn bus. Hier zo. Hop. En... Zo. Volgens mij is dat wel voldoende, zo. Nog 2 minuten. Die zou ik ook even vooruit scrollen. 1 minuut. Dan hebben we een niet zo hele gevulde bus, maar dat maakt niet uit. Ik heb ook nog geen andere bus gezien. Man. We gaan linksaf. Het scherm nog omhoog. Oh, that's it, oké. We gaan. Dan moet ik hier helemaal naar links draaien. Officieel gezien.
Goed dat ik die even op tijd zag. Ik was natuurlijk nu volledig gezakt als buschauffeur, maar dat maakt niet uit. Linksaf. Johann Andreas Schmeller Schule. Umstieg in Richtung Nebelau und zum Emilino in Richtung Siedlung Rote Erde. Wir haben Omelopers, yay! Das finde ich altijd so relaxed, als das drin sitzt. Heerlijk. Stop. Onderweg. Snelle schoenen. Oh, er staan een hoop mensen, hou eens. Ik hoop dat ik niet een te kleine bus gekozen heb. Stappen ze allemaal in? Oh, de helft wil toch naar de achterdeur toe. Hallo. Moet u allemaal een kaartje even stempelen, want... Mijn machine is nog steeds kapot. Tududududing. Freyung VGF Betriebshof. Betriebshof, ja, daar rijden we inderdaad weer langzaam. Even te kijken, gaan we wel goed, ja. 63, ja, ik ben gelijk 63, ja, 63. Hallo. Hallo. Laat u eerst de mensen even uitstappen de volgende keer. Hallo. Oh, volle bussen. Ik denk dat we straks nog wel een paar mensen moeten laten staan. Ik denk het leuk zo'n klein busje. Zo'n lange stadslijn. Dat kan makkelijk, man. JVA Freifurt. Umstieg in Richtung Jakobshof. Audi. Oké. Okay. Hey, dat is even top. Gelukkig moet het ook nog mensen uit. Zijn er deze keer niet zo heel veel mensen? Ja, nee, die gaan we even pakken. Können Sie die Heizung anmachen, bitte? Oh, na, können Sie nicht ein bisschen die Heizung anmachen hier? Na, ist so erg. Mooi. De volgende is op een fabriek. Nou, dan heb ik al het idee dat we daar al staan, maar... dat het hier al een fabriek is. Het staat bij mij op de kaart in die kantje van de fabriek. Schmielitzhöhe. Inderdaad, dat ja. Zo, we gaan de buitenlanden. Laten kijken, want anders gaan die mensen weer lopen klagen als ik te hard de bocht wil gaan.
net voor de snelweg een halte neerzetten, echt. Ik ga het verzinnen, joh. Ja, ik vind het wel echt een mooi busje trouwens, hè? Dat vind ik echt. Naar Berlijn, 400 kilometer. Nou, dan zit het daar ver vandaan. Odenberg Tierheim. Nou, met een busje deugel op, ja. Dat gaat lekker zo de snelweg, hoor. Maar met 40 kilometer bij de snelweg op. München, Berlin. Daar gaan we dus blijkbaar niet heen. Zo. Gaan we lekker tempootje op het hei. Nou, dat gaat hij niet gelukkig. Dat is wel mooi begrensd dan. Dat vind ik wel top. Blij dat die begrensd is. Bij heel veel bussen die gaan dan toch nog door naar de 100 en zo. Maar bij heel veel bussen in ieder geval niet het geval is. Dat ze binnen mag nemen, want anders. Wat is dat in gezicht? Ik weet dat niet. Odenberg Tierheim. Dat is volgende. Op de kaart is het een heel klein stukje, want ze staan even ver uit elkaar. Maar in het echt is het best wel een entree, zeg maar. Zo, er loopt toch één iemand met mij mee. Die durft. En strak op tijd. Dat is even mooi. Ja, die staat wel aan. Nog eens even kijken. Nu heb ik iets gemist. Ik kan alles aanzetten, valt er zelf aan. Oh. Oeps. Dat was eigenlijk zwaar dicht. Odenberg. Oh, net nog in het tier. Ja. Odenberg. Volgens mij heb ik nou iets met de motor. Verwarming of zo aangezet. Volgens mij is dat iets wat ik moet hebben. Die moet ik ook dus niet hebben. Ik wil eigenlijk niet om dat rijden doen. Maar moeten gaan. Zou ik nou weer even opletten? Nu rijden we Oldenberg in. Dat is niet het grootste dorp waar je kan vinden, maar. Hallo. Hallo. Hey. Hij klaagt deze keer niet over. Dus even kijken, wat gaan we doen? Echt waar. Volgende is Heid. Ik weet niet of Heid bestaat, maar we zijn het zo horen.
Zeit. Na, precies dat. Nou, de eerste indruk van deze map. Het is niet zeer uitgebreid. Maar ik moet zeggen dat ik het wel toch wel een leuke route vind. Gewoon, ja, het is. Uiteraard natuurlijk een waterroute. Het is niet hoogstaande kwaliteit. Maar het is wel gewoon echt een goede route om op te rijden. En regelmatig een halte. Kleine stukjes hard rijden, kleine stukjes halten. Nou, je betaalt 2 kilometer. Untertal. Oh, dat ja. Untertal. 30 door een bocht heen. Waar gaan we overheen? Over een water. Aha. Mooi dan draaien. Ik had het verkeerde machine wel iets hoger kunnen zetten. Ik heb het niet per se echt laag gezet of zo, wel ietsjes lager. Maar omdat er anders het spel toch nog iets te veel aan het leggen was in die drukke steden. Maar ja, dit is natuurlijk niet zo'n hele drukke stad, dus hier kan die al even een stuk hoger staan. Misschien moet ik dat de volgende keer toch weer ietsjes hoger zetten in verkeer. Op de 80. Ik wou zeggen, laten we daarmee van die bocht ietsjes afremmen. Het ziet er wel fancy uit, hoor. Zo'n slingerbochtje erin, ja hoor. Ik hou ervan. Laten we maar eens even brullen hier de beeld op. Ja, dat gaat goed zo. Oh, we rijden de stad in. Fiets hard afremmen. Licht Untertal van Laagtalsen. Ja, ik denk goed. Zo. Schön gut. Hallo, 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 hallo. Ik ben één minuut te vroeg, jongens. Eén hele minuut te vroeg. Ik zou je de kaart misschien nog even laten zien. Als ik dat niet vergeet te doen. Maar niet zo is als ik het wel vergeet. We zijn nu momenteel in Untertal. Het is al iets over de helft heen. Zometeen komen we nog in de dorpen. Of de grotere dorpen en of steden. Kooldorf en Altenburg. En daar zit ook nog een treinstation bij. We zijn nu eigenlijk over de helft heen. Julianshof. Druk is in mijn busje. Nou, gezellig druk. Maar ook precies genoeg druk, want het is niet overvol. Het is wel druk. Dus het is nou niet dat je zegt dat er helemaal mee bij kan.
Julianshof. Gezellig straatje dit. Hop, hop, hop. Oh, stuit, stuiten. Ik vind het wel leuk dit soort detail, dat je ook nog even zo'n stijf straatje erin doet. Eigenlijk mag ik hier maar 30 ziek net. Maar daar had ik wel even een halte verwacht dan eigenlijk. Sommige stukken zijn ze de schaars mee en andere stukken ook weer niet. Oh, ik mag rechtdoor. Wat? Oké. Ik weet niet wat daar het idee van is, dat de bus echt door mag. Oh! Ik stuit toch met mijn voorbandje de stoep op, zie ik net. Ietsje dichterbij gezet. Op automatisch laten zakken kunnen zetten, dat is gewoon een... Ja, is goed, zet hij me dan zo meteen automatisch laten zakken. Zindersberg. Zindersberg. Even op, zo. Dus we kunnen niet naar waar deze heuvel naartoe gaat, maar hij gaat zijn stijl omhoog en lang omhoog. Zindersberg, we zijn weer in het volgende dorpje. Ik vind het wel leuk gemaakt, zo. Die dorpjes zelf. Nou, het viel wel mee. Misschien was het iets, ja. Misschien iets te scherp, ja. Zo, hier zo. Helemaal klein. Zo'n mooi pleintje zo, hè. Tenminste in een fatsoenlijk dorp, zeg maar. Het is niet dat er nou hier nog vol met winkels zit ofzo, dat heb ik nog niet gezien. Zo. Wildenau, ja. Wat is dat voor herder hier buiten? Dat kan niet in de last van hebben. Dit is ook wel een geinige. Zodat wij ineens midden in het bos weer. Staat. Kijk, dit soort dingen, ik vind het echt een vette route. Oh, ik moet wel opletten. Nee, daar komt wel een dorpje aan. Wilde nou. Een vet dorpje midden in de bossen. Hier zo.
links zegt de ZOB. Oh, moet hier door het dorp heen? Oh, kijk nou dan. Wat leuk. Terug daar. Stuur daar niet snel terug. Oh, moet even een rondje draaien. Rondje om de kerk. Dit is wel echt vet, hè? Ik weet niet wat die twee dames aan het doen zijn, maar ik zet mijn bus daar tegenaan. Ik denk dat die dames wel mee willen, maar ik alleen mijn bus. Is wel een heavy, joh. Ik kan dat niet eens op een andere tijd zitten als ik niet aan het opnemen ben. De dames willen niet mee. Oh, ze willen wel mee. Nou, hè? Nou, niet meer zeuren. Oh, dat zie ik net zo stoplichten niet. Zo. Hey, dus je kan eens kijken en niet hier boven zijn. Er zijn de teksten die ik niet versta. Dat Pols zijn er zo? Kooldorf, Kirche. Nou, we gaan naar de volgende kerk toe. Zo, naar mij staat weer in beeld. Huizen staan op de afgrond, joh. Oh, hier beneden staan ook ineens huizen. Zo, is leuk gemaakt. Op de. Scherp bochtje. Fancy brug. Of een fix watertje. En nog één. Ja, dat ziet er netjes uit, hoor. Daar komt de kerk al in zicht. Waarvoor moet ik hier stilstaan? Voor de voet. Ah, heel goed. Kijk, voor de kerk. Had het doen vermoeden aan de naam. Goedendag. Ja, ik schrik je. Nee, netjes. Zo, het volgende. Ortsmitte, hè? We waren echt niet eens in midden. Kooldorf, Ortsmitte. Nou, dit Kooldorf is het dorp. Een dorpje. Zo is het ingetekend. Oh, de inleiding. En dat heeft twee haltes. En dan komen we bij het eindhalte van Altenburg. De grote stad.
Vielen Dank. Vielen Dank. Wij moeten echt door. Wij gaan naar... volgende dag. Oké. Er is ook een bus die gaat naar... die zit de Kondorf, Ortsmitte. Die stopt hier en gaat niet verder. Dus er is blijkbaar een busdienst die gaat niet naar Altenburg toe, maar die stopt hier zo. Claimed. Maar goed, zo. Altenburg, Rotmühle. Rotmühle. Dan gaan we weer de stad uit en dan gaan we naar de laatste stad toe. Rotmühle van Altenburg. Wat vindt er scheiße? Ik kan het zeggen, het is slecht wel even 80, hè. Dat is eigenlijk net geen 80. Deze hoor helemaal niet. Er zit ook nog zo'n gat in naast de weg. Het is niet helemaal netjes afgewerkt hier, maar goed. Zolang het de weg blijft, dan is er niks aan de hand. Waar zit die molen? Ik zie geen molen. Ik denk dat er komt een grote molen tevoorschijn, maar dat is niet helemaal het geval. Er zijn een paar velden en een paar huizen. Er is geen molen te zien. En dan gaan we daarna de stad in Altenburg. Altenburg, Weberfließ. Weberfließ. Altenburg, nou, we zijn in de laatste stad. Zo. Gewoon plekjes vrij, als ik zo hier en daar. Nou, grootste truck daar volgens mij ook al gehad, namelijk. Terug. Ja, het nadeel van toetsenbord. Hallo. Volgende halt is Schulstraße. Altenburg Schulstraße. Ja, Altenburg Schulstraße. Straks raakte ik die auto nog. Moet je opletten. Daar is die al, naar de kruising.
schöne Straße. Dann. Hallo. Zo, niemand dan over. Okay. Laat u eerst de mensen zich uitstappen voordat u zelf instapt. Zo meteen de ene laatste auto, hè? Altenburg Bahnhof. Umstieg zur Deutschen Bahn. Altenburg Bahnhof, Umstieg zur Deutschen Bahn. De Deutsche Bahn krijgen we hier. Oftewel, Bahnhof, oftewel, station. Het station van Altenburg. Dat is hierboven zo te zien al. Dat is, ziet er al uit als een spoorlijn. Zo, het zijn er wel geteld 2 ingetekend, maar er is ruimte voor meer. Nou, komt u maar. Hey, daar gaan we. Ik hoef alleen maar niks af, dus ja, een beetje. Baan of terminus? Nee, dat zijn we niet. Baan of centrum zijn we ook niet. We moeten dus omkeren. Aha. Waarom moet ik hier even stilstaan? Heb ik zo het gevoel. Nou, ik weet niet zeker of dat... Kan ik nog doen dan? Nou, ik heb gedaan. Denk ik. Want ik moet hier omkeren. Volgens mij. Dus nu begin ik ook te twijfelen. Aan of ZOB. Shit, hé. Wat is nou weg? Schullecentrum. Nee, ik ben hier weg de weg kwijt. Ja, ik moet hier rechts, maar ik weet niet welke halt ik nou heb moeten doen. Misschien had ik er net toch wel rechtdoor moeten gaan. Ja, deze straat heen gaat? Nee, die houdt erop. Oké. Okay. Ja, ik had denk dat ik deze een schoolcentrum had moeten hebben. Ah, shit, hé. Hey. Maar goed, dan... moeten we het daar maar mee doen? Dat is een beetje jammer voor mezelf, vind ik. Nou ja, ik ben zo toch weer terug hier naartoe. Ik ben 3 minuten vertraagd, terwijl ik helemaal niet zo tijd. Ja, heel goed. Terwijl ik helemaal niet zo lang daar rond heb gereden eigenlijk, dat is wel vreemd. Schulcentrum Terminus. Daar zijn we. Dames en heren, dat was het. Open. Oh, nu staat hij recht voor de uitgang. Dat is niet handig. Oh, ik heb wel gezegd die bus trouwens. Dames en heren, dat was het. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye bye.